Het 1900 cc dieselblokje van de Ducato, de Francia camper, Francia ons hok. Die ligt op de operatietafel. Ik ga dingen eens even lekker schoonmaken. Kijken wat ik zie. En dan een beetje hanteerbaar maken, want het is een loeder van een kring. Welkom bij het hok. Nou, net nog weer een godsvermogen uitgegeven voor een packing set. Het is blijkbaar gemaakt van unobtainium. Dat kun je bij de normale adressen, Wimparts, Pogijnen en zo, kun je dat allemaal niet vinden. Een of andere Fiat, oude meuk, specialist. Nou, die had nog twee packing sets liggen. Dus daar heb ik de helft van gekocht. Nou, wat ik nou eerst even ga doen, is even wat uitsteeksels eraf. Deze motorsteun gaat eraf, daar hangt hij mee. Eens even kijken, ja. Dus de achterkant van het blok. Dus die kant zit aan de voorkant. Dus dit is je rechter motor. Nee, je linker motorsteun. Dit is het lager en de steun. Die zit aan de onderkant. Die zorgt ervoor dat je motor niet gaat wiebelen. Die gaat eraf. Dan de luchtinlaatding. Ik weet even niet hoe je het noemt. Deze klont gaat eraf. Het spuitstuk gaat eraf. En nou ja, goed, er zitten verder nog wat losse slangen aan. Die gaan er eerst eens even allemaal af. Dus dat gaan we nou maar eens even doen. Nou ja, ik snap nou ook waarom die waterpompvervanger zo duur is. Die waterpomp zit hier. Hier zit je rechtermotorsteun. En die rechtermotorsteun is onderdeel van je waterpomp. Dus je blok moet als het ware los erin hangen. Ja, dat kost gewoon tijd. Maar goed, eerst die meuk er maar eens even afhalen. Even labelen, dat is ook wel handig. Spruitstuk er niet af, want er zit hier een beugel. Die zit aan deze leiding van de koelvloeistof. Nou, die krijg ik hierboven niet los, zonder dat ik het rubber kapot maak. Dus ik haal dit huis er even af. Dan kan dat opzij, gaat hij hier uit de waterpomp. En dan kan ik hem hier eraf halen als het goed is. Vloeibare pakking. Serieus.
Die is lek. Kijk. Er zit een scheur in. Dat is niet best, hè? Nou, zoals je ziet, inmiddels alle slangen van de koeling zijn eraf. De waterpomp ligt vrij, het spruitstuk is eraf, de inlaat is eraf. Spruitstuk hebben jullie gezien, daar zit een scheur in. De 1, 2, ja, ik tel maar even vanaf die kant de tweede cilinder. Dus dat is nummer 2 of nummer 3. Ik weet niet hoe ze de Fiat doen. Maar dat eind van het spruitstuk die is bijna rondom gescheurd. Dus ik moet kijken of ik dat ergens kan laten lassen. En anders moet ik op zoek naar een spruitstuk. Het is niet anders. Het onderste steunrubber motorophangpunt, die is er ook af. Nou, die heb ik gezien. Die is hartstikke goed. Links is die eraf. Sorry, rechts is die eraf. Ja, links zit hij er nog op, hè, want er zit de waterpomp. Er zit nog een hele berg water in. En als je het blok eruit haalt, ze zeggen in de handleiding van joh, er zit aan de uitlaatkant een bout. Die kun je losdraaien en dan loopt al je koelvloeistof er verder uit als je het blok uit elkaar gaat halen. Nou, die bout kon ik natuurlijk niet vinden toen ik eronder lag. Maar ik denk dat dat dit boutje hier is. Nou, die laat ik er fijn in zitten. Dat is... prachtig mooi. Ik heb daarachter een grote doek. Dan vang ik de koelvloeistof wel op. Nou, voor nu laat ik het blok even voor wat het is. Ik ga er een volgende keer weer mee verder. Ja, kom natuurlijk van alles tegen. Hè. Dat spruitstuk wat ik net al aangaf. En ik zie ook her en der vloeibare pakking zitten op plekken dat ik denk van nou, dat hoort er misschien niet. Deze steun die zat met hele creatieve bouten vast waar ook bijna geen draad op zat. Dus er is ooit iemand aan het kloten geweest met dit blok. Nou ja, is even niet anders. Wat ik net zeg, ik laat hem nu even liggen voor wat het is. Sasti is druk bezig in de camper zelf. Nog een keertje. frankiaonshok.blogspot.com. Daar kun je alles vinden. Daar zal Sas ook wat filmpjes opzetten. Mevrouw het hok. En wat foto's van wat ze binnen tegenkomt. Er zat net een stukje isolatie. Ze kneep erin. Nou, het water liep er echt uit. Ik heb er wel een fotootje van, die plak ik hier zo even tussen. Je kunt zien. Dus het is tot nu toe eigenlijk alleen maar rottigheid. Jullie kennen de afkortingen vast wel, hè? Fiat, Ford in afgekeurde toestand. Nou, dit is meer een Renault. Roest en narigheid achtervolgt u een lange tijd. Met die uitsmijter laat ik het even voor wat het nu is. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer bij Het Hok. Oi!